Bos tot 6, de middagshow. De kerstmuziek hoor je, het is namelijk ook bijna kerst, dat is heel logisch. En mensen die over bijna kerst iets kunnen vertellen, dat zijn in ieder geval Paul van Loo en Paulo Gister. Mannen, welkom, leuk dat jullie er zijn. Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag, kerst, van harte welkom. We hebben met elkaar afgesproken dat we het in Nederlands gaan doen. Want Paulus spreekt dialect, maar Paulus spreekt weer minder dialect. Dus ingewikkeld verhaal. Nou, je mag het wel spreken, maar ik praat in het Nederlands terug. Ja, nee, oké, prima. En Paul zegt, ik pas me wel aan aan Paul. Ja. Interessant gesprek wordt dit. Bijna kerstmannen en de theaters zijn gevuld. Want er zijn nog maar enkele kaarten voor bijna kerst. Wat er eigenlijk al toch sinds een aantal jaren is. En dat is elk jaar een terugkerend succes. Vertel eens even, bijna kerst. Dat is zover, maar bijna kerst is een voorstelling in de theaters. Vertel er eens iets over. Nou, we zijn in 2004 begonnen met een aantal mensen bij Lexor in het theater in der tijd. Hmm. En dat heette toen nog, geloof ik, Holland en Polland. Ja, de Holland en Polland kerstshow met Emil Sarkovic en Ivo Rosbeek als initiators. Ja. En we zitten nu in 2017, 14 jaar verder. En nog steeds een succes, wordt alleen maar groter, hè? Ja, letterlijk, hè. We zijn een paar jaar later zijn we Theater Landgraaf ingegaan. Dat was 2006. Dat begon met één voorstelling en dat zijn ondertussen vier geworden. Hmm. En weer twee jaar later zijn we in de Schouwburg van Heerlen erbij gekomen. En daar zitten we nu in de grote zaal en die is ook al bijna vol. Ja, dat is dus ook fantastisch, want dat is ook de eerste keer in de grote zaal dit jaar, hè? Ja. Even op een rij zettend, mensen die dit nu zien, horen en denken van ja, bijna kerst. Wanneer gaat het dan gebeuren? Waar precies? Noem eens even data. Het gebeurt komend weekend in Landgraaf. Vrijdag, zaterdag en zondag. Mm-hmm. Zondag twee voorstellingen. En donderdag 21 december zitten we in de grote zaal. Of staan we in de grote zaal. Zijn jullie daar extra gespannen voor? Want ja, die grote zaal is toch weer even een stapje hoger. Dat is de eerste keer. En die verkoop je dus zo goed als uit. Ja, het lijkt me wel iets spannender dan de Limburgzaal, waar we een aantal keer hebben gestaan. Dat is een wat intiemere zaal. En de grote zaal is opeens een stuk groter. Dus dat is wel spannend. Maar ik kijk er ook wel naar uit. En jij ook, Paul. Ja, zeker. En de mensen ook, anders waren die kaarten niet allemaal zo snel verkocht. Paul en Paul in de studio. Paul van Loo, Paulo Gister. Maar jullie zijn niet de enige die natuurlijk in bijna kerst zitten. Want dat doen jullie met een hele hoop mensen. Maak eens even een rondje langs wie er meedoet. Nou, we hebben natuurlijk Ivo Rosbeek is de man die met name ook alle muzikale uitstapjes en zo samen met de andere muzikanten maakt. Mm-hmm. En zijn band De Lotgenoten met Steve Jans, Roger Gransier en Wouter Roeben. Mm-hmm. Dan is Maartje Meese de zangeres en geweldige instrumentaliste. Goeie stem, die meedoet. Mijn buurman Paul, Logister natuurlijk. Met hartstikke mooie eigen liedjes, maar ook wel heel bijzondere andere dingen die jullie dan zouden kunnen horen als je nog kaartjes had kunnen krijgen. En dan twee cabaretiers, Roger Lataster en Ramon Clement. Het zijn ook niet de minste mannen, hè? Nee. Nee. En hoe mensen die er nog nooit geweest zijn, hoe stel ik me dat nou voor? Want ja, er zitten zangers in, er zitten muzikanten in, er zitten cabaretiers in. En die mengeling samen is bijna kerst. Hoe stel ik me die voorstelling voor dan? Ja, zoals je het zegt. Okay. We beginnen meestal gezamenlijk met het zingen van een liedje. Hmm. En dat wordt afgewisseld met sketches. En daar komen weer fietsen liedjes doorheen. Het is en allemaal in het teken van kerst. En allemaal voorbereid, allemaal geoefend. Heel erg. We hebben een regisseur die ons heel strak. Eén geoliede machine. Nee, we hebben dus nog nooit de voorstelling geregisseerd. Hmm. Wat we wel doen, is als we daaraan toekomen, is het plannen van een aantal repetities. Maar het gaat erom dat de nummers goed zitten, vooral. Ja. Wij weten ook niet ik weet niet tot op de avond wat de cabaretiers gaan doen. Dus altijd even afwachten. Ook die improviseren zich natuurlijk ook helemaal surf. Nou nee, die improviseren niet, maar we weten gewoon niet wat ze gaan doen. En dat stemmen jullie niet af? Nee. Niet echt. Het is eigenlijk zo dat iedereen zijn ding doet, of haar ding in het geval van Maartje. En we weten van elkaar allemaal wel zo'n beetje welke kant het op gaat. Dus het kan elkaar niet bijten. Maar het lijkt me wel mooi dat je dan gewoon ieder zijn stukje laat doen. Ongeveer wel weet wat er gaat gebeuren, maar toch niet helemaal. En het wordt gewoon een fantastisch succes.
Ja, het is ook misschien wel het sterke aan de voorstelling dat we natuurlijk heel verschillende disciplines hebben. Hmm. Maar het ook niet zo strak geregisseerd is, waardoor je ook een bepaalde interactie krijgt met het publiek. Ja. Wat ook leuk is om te melden is, dit jaar als je naar bijna kerst gaat, of in Landgraaf of in Heerlen, kun je een cd'tje kopen. Want daar zijn een aantal liedjes op cd verschenen, Paul. En dat heeft met name onder andere met jouw type te maken, Paul L. Ja, dat klopt. Ik doe een typeje. Paul van L en Paul L. Ja. Geweldig. Ja. Paul van Logister. Ja. Ja, okay. Ik zet er een typetje neer, inderdaad. Al een paar jaar doe ik dat. Is uit, ja, out of the blue ontstaan. En ik heb nu een cd'tje gemaakt met een aantal liedjes. Ja. Van zijn hand. Dus ik ging door het leven, kan ik nu wel zeggen, als Paulo Gister. Maar ik heb een anagram gemaakt van mijn naam. En ik heet nou Gilles Proust. Gezondheid. Ja, dank je. Gilles Proust. De zoon van wijlen dichter Marcel Proust. Van de oude Proust. Ja, de oude Proust, ja. Fantastisch. Kun je een klein stukje doen? Klein stukje act? Even zo? Ja, dat is, ja, voor ik de praat pauze. Een beetje zo. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Nou, ik bedoel, jullie moeten naar die voorstelling komen. En als het kan, die cd kopen na afloop. Ja. Dan kan ik in ieder geval weer een treinkaartje naar Parijs kopen. Oh, je moet weer terug natuurlijk. Ja, zeker. Ik moet onder die brug liggen bij de scène. Oh, fantastisch. Nou ja, goed, dat is in ieder geval leuk. Want dat is weer een klein extraatje wat mensen toch meenemen... Ja. Om thuis onder de boom af te spelen. Hè? Zeker weten. Kunnen we even nagenieten ervan. Mm-hmm. Paul, wat is je Paul van L? Ja. Wat is jouw prominente rol binnen Bernekerst? Nou, ik zing vooral wat rustige Limburgstalige liedjes. En ik probeer de mensen ook zover te brengen dat ze samen een aantal kerstliedjes, oudere kerstliedjes in het Nederlands, maar ook Engelstalig, dat een beetje een soort meezing aspect gaat worden van het geheel. Dat wordt gewoon hartstikke mooi. Dus het is vrijdag, zaterdag, zondag en 21 december in de grote zaal van Theater Heerlen, de Rabozaal, daar vindt het plaats. En daar gaat dan gewoon bijna kerst het hele, dat gaat daar de zaal helemaal uitverkopen op een paar kaarten. Nou, dus check dat snel als je erbij wil zijn. Maar nee, ik ga jullie ontzettend bedanken. Leuk dat jullie er waren. Doe de groeten aan al die anderen die meedoen aan bijna kerst. En doen we. Het is bijna kerst en een go roets alle twee, hoor. Ja, dankjewel. Ja. En nog voor de rest. Dankjewel. Ja, Paul van Lo en Paul Lo gisteren. Dankjewel. Leuk dat jullie er waren.